Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar. Dit webinar hebben wij georganiseerd vanwege de introductie van onze nieuwe RedScan Pro vorige week. Mijn naam is Ilko Griepink, ik ben de accountmanager van Optix in Benelux. En ik presenteer dit webinar samen met mijn collega Arjan Nieuwlaat. Goedemorgen. Ja, mijn haar is overigens op de foto iets anders. Ik heb meer nog een corona-toepet. Maar tijdens de webinar, mocht u nog vragen hebben of aan het einde van de webinar, dan kunt u ons altijd een mailtje sturen of natuurlijk ook een telefoontje plegen. Maar we geven natuurlijk ook graag fysiek nog trainingen of dat we de nieuwe laser meenemen, zodat jullie er zelf ook ervaring mee kunnen opdoen. Ja, het woord, Ilko. Yes, nou ja, zoals gezegd, tijdens het webinar kunnen vragen gesteld worden. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een vragenbalk. Daar kunt u uw vraag invoeren en dan proberen wij het antwoord mee te nemen tijdens het webinar. Mochten daarna inderdaad nog vragen ontstaan, dan heeft u hierbij onze gegevens. Daarnaast wordt het webinar opgenomen. We kunnen de opname met jullie delen voor het moment dat er collega's zijn die niet hebben kunnen deelnemen. Dan kunt u de opname delen. Het webinar van vandaag. We gaan zo meteen starten met de huidige line-up en waar de RLS Pro in die huidige line-up gepositioneerd kan worden. Daarna gaan we wat inzoomen op de techniek van LiDAR en van de RedScan. En kijken naar de toepassingsmogelijkheden. En daarna volgt een live demonstratie van twee units die we hebben aangesloten bij ons op kantoor. Dus mochten er zaken zijn die jullie willen zien tijdens de demonstratie, laat het ook eventjes weten via de vragen-app. Goed. Het begin van de laserscanner. In 2009 hebben wij onze eerste laserscanner geïntroduceerd. Dat was toentertijd de RLS 3060 zonder toevoeging. Dat werd later de RLS 3060L. In die tijd stond de LiDAR-techniek eigenlijk nog in de kinderschoenen. Vandaar dat we verschillende awards hebben gewonnen met de toegepaste techniek in die tijd. Inmiddels zien we dat LiDAR een grote vlucht genomen heeft, onder andere met name door het gebruik in de auto-industrie. Bij zelfrijdende auto's, daar wordt deze techniek gebruikt. En het zit tegenwoordig zelfs in de allernieuwste iPhone. Dus de techniek heeft een behoorlijke vlucht genomen. En dat willen we natuurlijk ook graag projecteren naar een opvolger van de RLS. Dus zoals gezegd, 12 jaar geleden begonnen met de RLS 3060L. Daar is in de tussentijd de wat uitgebreidere LRS 3060SH bijgekomen. En in de loop der tijd is daar ook nog een RedScan Mini bijgekomen, de RLS 2020. Nou, die getallen die erachter staan, voor de meesten zal het bekend zijn, maar ik noem het nog maar even. De RLS 2020 heeft een detectieveld van 20 bij 20 meter. En de 3060 heeft een detectieveld van 30 bij 60 meter. Waarbij het detectieveld de vorm heeft van een halve cirkel. Dus met een straal van 30 meter. Nou, daar komen we meteen op de nieuwigheid van de nieuwe RLS Pro, die jullie zien staan als RLS 3060V en de RLS 5000V. Want daar is het detectieveld, in plaats van half rond, is het rechthoekig geworden. Dus het detectieveld van de 3060V is nu 30 meter bij 60 meter in een rechthoek. Nou, dat geeft behoorlijk wat voordelen, met name als het gepositioneerd moet worden. Jullie zien aan de linkerzijde hoe die geprojecteerd wordt met een cirkelvorm. En dan zie je dat je in vaak rechthoekige vormen met één RedScan niet uitkomt. Je mist dan de hoeken die afgesneden zijn vanwege de cirkelvorm. Nou, met de komst van de rechthoekige detectieveld scheelt dat gewoon in het aantal units wat je nodig hebt om bijvoorbeeld een voorgevel of een dak te kunnen beveiligen.
Nou, hier zien we het bereik van de nieuwe RLS 60, 3060V aan de rechterzijde. Dus de 30 meter bij 60 meter in een rechthoek. Nou, net als de huidige 3060SH kennen wij ook een expanded mode. En dat betekent dat hij een uitbreidingsgebied krijgt. En in het geval van de 3060 heeft hij dan een radius van 50 meter. Dan zie je echter wel dat het wel een cirkelvorm gaat aannemen. En bij de 5000V gaat hij zelfs met een radius van 80 meter. Dus het bereik van met name die 5000 is enorm toegenomen. Nou, dan gaan we eens kijken naar de werking van de LiDAR. En dan geef ik het woord graag weer aan Arjan. Ja, het is natuurlijk 12 jaar geleden dat we al de keuze hebben gemaakt voor LiDAR. En ik pak het hier ook even bij. Dit is een opengewerkte 3060. En hoe werkt het nou eigenlijk? Nou, we hebben aan de bovenkant hebben we een laserdiode. Die verstuurt het licht naar een spiegel die op een roterende kop zit. In dit geval bij deze laser. En de roterende kop die ontvangt het licht ook. In ongeveer een hoek van 190 graden. Het voordeel daarvan is dat we heel nauwkeurig de snelheid, positie, maar ook het volume kunnen bepalen van de omgeving. En hoe werkt dat? We stralen het licht uit en het licht dat we weer terugkrijgen op basis van de tijd, dus het time-of-flight principe, daaraan kunnen we dus bepalen wat dus bijvoorbeeld het volume of positie is. Nou, een mooi voorbeeld. Je hoort natuurlijk steeds vaker de term LiDAR, vooral bij zelfrijdende auto's, maar je hoort ook radar. Nou, elk van deze technieken heeft zo zijn voor- en nadelen. Waarom hebben we gekozen voor LiDAR? En dat is vooral vanwege de contouren. Zoals je ook kunt zien in de afbeeldingen, links staat een afbeelding wat je terugkrijgt van LiDAR, rechts van radar. En je ziet bijvoorbeeld een brug met wat auto's en een persoon. En vooral bij de persoon, maar ook bijvoorbeeld bij de autobanden, kan je eigenlijk veel beter de contouren van een bepaald object definiëren. Nou, daarachter zit natuurlijk ook een algoritme. En dat algoritme, dat bepaalt eigenlijk hoe nauwkeurig we iets kunnen detecteren in een bepaald veld. Denk ook aan bijvoorbeeld voor buiten, verschillende omgevingsfactoren. Denk aan kleine dieren of bijvoorbeeld een vogel die voorbij vliegt. Nou, al 12 jaar lang werken we aan het algoritme om dat steeds beter te optimaliseren. En onlangs hebben we het ook toegepast in Afrika voor bijvoorbeeld een alarm weer te geven als een olifant door een bepaald gebied heen loopt. Om alvast het dorp in te lichten van let op, er zijn wat andere dieren actief. Maar of het nou een groot object is of een klein object, dat kan je allemaal definiëren met behulp van de parameters van de laser. En waar we gekozen hebben voor LiDAR is in dit geval de nauwkeurigheid. Ja, en ook bij een persoon, het hoofd heeft natuurlijk een ander volume als bijvoorbeeld de handen omhoog. Dat kan je ook zien bij het lasergebied. Dan zie je in dit geval eigenlijk 3 bolletjes. 2 kleine bolletjes van mijn handen als volume en een wat groter bolletje voor mijn hoofd in dit geval. Wat zijn nou de voordelen bij de nieuwe laser? Nou, we hebben natuurlijk ook een hoop nieuwe mogelijkheden gehad. We hebben nieuwe PCB's kunnen ontwikkelen. En daardoor hebben we 4 keer meer rekenkracht bij de nieuwe lasers. Dat zorgt er ook voor dat bij de 5000 kunnen we tot wel 100 meter detecteren. En zelfs met het uitbreidingsgebied kunnen we 80 bij 80, dus 160 meter ver kijken. We maken nu ook gebruik van timeshift transactions. Dus dat houdt eigenlijk in dat we kijken in verschillende tijdsdomeinen. Dus bijvoorbeeld op een droge dag of een regenachtige dag. En dan kijken we eigenlijk naar welke objecten in de omgeving, welke verstoren veel. En daar kunnen we dus eigenlijk het algoritme op dat moment optimaliseren. Stel we hebben een bepaald object en dat vertrouwen we niet. Het is normaal gesproken een vast object en het trilt bijvoorbeeld wat meer. Dan kunnen we het dus nu 3 keer opnieuw valideren in een vrij korte periode. En hierdoor zorgt het eigenlijk voor dat het aantal alarmen bijvoorbeeld niet terecht zou kunnen zijn. Dat we dat dus ook verminderen. Maar dat is vooral echt bij hevige weersomstandigheden. Ja, en datapunten. Hoe meer datapunten, hoe beter natuurlijk het algoritme tot zijn recht komt. De 3060V heeft 2 keer meer datapunten ten opzichte van de vorige lijn. En de 5000 heeft 4 keer meer datapunten. En al die datapunten en ook verschillende hoeken en natuurlijk tijdsdomeinen, ja, dat maakt het een wereld van verschil, ook qua detectie. Je hebt meer voordelen aan jou. Ja,
Nou ja, in de afgelopen 12 jaar zijn er natuurlijk behoorlijk wat wensen ook kenbaar gemaakt door de markt. En we hebben een aantal van dat soort zaken mee kunnen nemen in de ontwikkeling van een nieuwe RLS Pro. Nou, voor de huidige laserdetectoren, dus zowel de 2020 als de 3060, is een apart stukje software nodig om de laser helemaal te kunnen instellen. Dat kon overigens ook al heel beperkt met een webinterface, maar eigenlijk werd altijd aangeraden om dat wel te doen met dat stuk software. Nou, bij de nieuwe versie hebben we dat eigenlijk niet meer nodig. Dat stuk software wordt ingeruild voor een webinterface. Dus via de webinterface kunnen eigenlijk alle zaken worden ingesteld met betrekking tot de instelling van de laser. Daarnaast was een grote wens uit de markt om te kijken waar het laserveld zich bevindt. Nou, we hebben dat meegenomen om een camera toe te voegen. En die camera die zorgt ervoor dat je in het live beeld middels een rode lijn een exacte weergave krijgt waar het detectieveld zich bevindt. Dus zoals we hier zien op de foto, dit betreft een verticale detectie. En de rode lijn is precies over de blokjes van de grond geprojecteerd, zodat we exact daar de detectie hebben waar we hem willen hebben. Nou, daarnaast worden die camerabeelden worden ook opgeslagen. En in het logvenster, wat u rechts in beeld ziet, wordt het alarm weergegeven en daarbij kan ook de beelden worden opgeroepen wat het alarm heeft getriggerd. Nou, dan de huidige series werken met verschillende protocollen. Echter, het was zo als je hem op een VMS wilde inschakelen, had je eigenlijk altijd wel een plugin nodig. Nou, met de nieuwe unit is een protocol, het ONVIF-protocol, toegevoegd. En dat maakt de integratie een heel stuk eenvoudiger, omdat ONVIF eigenlijk al een heel veel toegepast protocol is. Daarnaast hebben we bij de nieuwe RLS Pro ook een beugel ingebouwd in het ontwerp. Een beetje gelijkwaardig aan hoe het werkt met de RLS 2020 op dit moment. En dat betekent dat je dus de RVS-beugel die je voor de huidige 3060 nodig hebt, eigenlijk niet meer nodig hebt. Alle instellingen die mechanisch gemaakt kunnen worden, dus zowel in de X- als in de Y-as, die kunnen in de behuizing, in de beugel van de behuizing, worden ingesteld. Nou, dat ziet er dan als volgt uit. Dat betekent dat je de unit direct op de wand kan plaatsen. En in de wand zowel verticale als horizontale detectie kunt bereiken. En datzelfde geldt voor de montage op het plafond. Ook daar kun je de kop draaien zodanig dat je ook daar een verticale detectie kan krijgen. En uiteraard zijn er ook beugels beschikbaar. Dat zijn dan natuurlijk wel externe beugels voor montage aan een paal of aan een mast. Nou, tot slot hebben we POEPLUS. Dat is weer een wat sterkere voeding power over ethernet. En dat maakt het mogelijk om ook de eventueel toegevoegde heater te kunnen voeden met power over ethernet. Bij de huidige 3060L gaat dat niet. Is er altijd een externe voeding nodig op het moment dat er heater moet worden ingeschakeld. Bij de nieuwe 3060 en 5100V... kan die gevoed worden door POEPLUS. Dat geldt dan wel tot een temperatuur, een buitentemperatuur van minimaal min 30 graden. Wil je tot min 40 graden kunnen, dan heb je nog wel die externe voeding nodig. Nou, voor de rest is er nog aan te geven dat de heater niet standaard op de unit wordt meegeleverd. Dus dit is een optie die toegevoegd moet worden. En daarvoor moet de lens die in de unit zit vervangen worden door een lens waar een heatermogelijkheid in zit. Goed, tot zover eigenlijk de theorie.
Ik denk dat het goed is om naar de live demonstratie te gaan. Dus we schakelen over naar Arjan. En ik kom jouw kant op. Als je nog heel veel wacht, Eelco, dan geef ik eerst even de uitleg. Oké, mijn scherm kan delen. Ja. Als het goed is, is nu mijn scherm zichtbaar. Nou, het voordeel natuurlijk van de nieuwe lasers is dat we natuurlijk met een webinterface werken. Dus je kan heel gemakkelijk nu het IP gewoon invoeren en dan kom je in een configuratie. Dus je bent niet meer afhankelijk van de RedScan Manager software of daarbij de verschillende versies. We hebben twee lasers opgehangen. We hebben links een 3060V. En de V op het uiteinde van de laser geeft eigenlijk aan visual verification. Als ik hier op de pijltjes druk, dan kan ik ook overschakelen naar de camera. Je kan dit ook loszetten als bijvoorbeeld een pop-up of apart tabblad. Nou, dus de verticale en de rode lijn geeft eigenlijk weer waar het detectiegebied ligt. Nou, op het tafeltje hier aan de bovenkant, daar hebben we de 5100 staan. Die staat hier aan de rechterzijde. En daar hebben we een horizontaal beeld. Daar kan ik ook naar overschakelen en daar zie je hem dan ook. Ik wil eigenlijk vragen, Eelco, of je dan binnen zou kunnen komen. Dat is hier bij de deur. Ik schakel ook even over naar het detectiegebied. Dan zal hier de deur open gaan. Dan zie je Eelco. Links zie je dan toevallig ook op het beeld lopen. En dit is ook het mooie. Ik heb het zo ingesteld. Dus eigenlijk rond de 200 centimeter en groter dat object, dat wordt dus weergegeven. En je ziet ook dat het hier werd omlijnd. Misschien, Eelco, zou je in het detectiegebied kunnen staan. Er staat in het detectiegebied, als het rood is, dan wordt er ook een alarm gegenereerd. Je kan ook op de beltjes klikken. Je hebt 6 verschillende uitgangen die je kan configureren. En in dit geval worden er nu 2 uitgangen geschakeld. En Eelco staat nu in alarmgebied A11, die ik heb gedefinieerd. En dat is eigenlijk hier het paarse gebied. Ik heb ook het groene gebied wat ernaast ligt. En het mooie daarvan is, daar staat Eelco nu in. Eén stapje naar voren. Ja, je ziet een blauw bolletje, wordt nog geen alarm gegeven. Pas na 5 seconden, nu wordt hij ook rood, dan pas wordt er een alarm gegenereerd. Het mooie daarvan is, ik maak het scherm even groter. Ik ga gelijk eens even naar de settings. Je hebt 2 detectieprofielen. Detectieprofiel 1 en detectieprofiel 2. Bijvoorbeeld voor een dag en nacht. Dan kan je heel makkelijk schakelen ertussen met een input. Stel ik ga naar area masking. Dan kan ik dus heel gemakkelijk bepaalde gebieden maskeren. Standaard maakt het bijvoorbeeld een keuze tussen bijvoorbeeld links B1 en rechts A1. Maar je kan ook zelf alles allokeren. Dus ik klik op edit. Dan kan ik hier bijvoorbeeld keuze uit 8 verschillende zones. Geef ik geen zone aan, dan negeert hij eigenlijk het gebied. Het mooie daarvan is, ten opzichte van de vorige lijn, is dat je elke zone individueel ook kan instellen. Dus voorheen stelde je eigenlijk de parameters in voor elke zone die je had staan. Nu kan je eigenlijk heel gemakkelijk, het scherm ook wat groter, hier dus de verschillende zones. Ik heb hier bij B1 heb ik ingesteld dat hij 5000 milliseconden moet wachten voordat hij een alarm genereert. Ja, zo. Hier heb ik ook dat ik kleinere objecten trek. Maar je kan dus elke zone individueel aanpassen. En dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld bij een deur wil je zo snel mogelijk bijvoorbeeld een alarm geven. Maar bijvoorbeeld in de omgeving, vlakbij een weg bijvoorbeeld, wil je dat pas als iemand er 5 seconden in de omgeving staat of langer. Of bij een bepaalde snelheid. Of een bepaalde afstand aflegt. Ja, dat kan je allemaal instellen. Links ook. Je kan natuurlijk het anti-mask, wat er natuurlijk standaard in zit. De detectoren, net als 12 jaar geleden, zijn ook echt voor security toepassingen ontwikkeld. Dus eigenlijk alles als anti-rotatie, of dat het scherm bijvoorbeeld en vuil is geworden, dat zit er standaard in. Uitgangen. Ik vertelde het net al, je kan 6 verschillende uitgangen instellen. En dan kan je heel gemakkelijk, bijvoorbeeld bij uitgang 1 staan nu eigenlijk alle detectiezones. Maar kan bijvoorbeeld bij output 3 kan ik de B-zone, output 2 de A-zone, misschien tempercontact of device monitoring, kan ik dan bij een andere output zetten.
Normally open of normally closed kan ik natuurlijk instellen. En je kan natuurlijk ook de digitale signalen voor het ONFIF protocol kan je dan ook instellen. Ik sprak ook over detectieprofiel 1 en detectieprofiel 2. Je kan ook heel makkelijk eigenlijk je instellingen in profiel 1 kan je aanvinken welke je wilt kopiëren naar detectieprofiel 2. Door middel van een input kan je bijvoorbeeld een area set uitvoeren. Je kan controleren of de detector nog goed werkt. Je kan switchen van het profiel. En wanneer die dus ook weer een terugkoppeling geeft. Event codes kan je natuurlijk aangeven. De laser settings. Dus ook als je onder een bepaalde hoek hebt hangen, kan je daar nog een aanpassing op maken. Ja, de heater. Er is nu een mogelijkheid om eigenlijk de detector lens zelf ook eraf te halen. En bijvoorbeeld nu ook een lens met een verwarmingselement erin te plaatsen. Nou, zoals Ilko net ook uitlegde, tot min 30 kan het gewoon via Power of Pool Plus gevoed worden. Dus heb je nog maar één kabel nodig. Camera settings. Nou, het is een HD camera. Fisheye in dit geval. En dan kan je natuurlijk standaard de gebruikelijke instellingen aanpassen. Privacy mask. Dus stel, het ligt bijvoorbeeld bij een bepaald deel wat je wil maskeren, dan kan je heel gemakkelijk een deel toevoegen, sleep je ergens heen waar je het wil maskeren, geef het een kleurtje of blur je het. En dan zie je het niet op de afbeelding, uiteraard wel natuurlijk op het detectiegebied, maar je ziet het niet terug bij de camera-instellingen. Ja, en vooral heel veel netwerkmogelijkheden, ook via DHCP, je hebt SNMP, security mogelijkheden, je kan accounts aanmaken. Dan heb je de mogelijkheid tot 3 verschillende accounts. Administrator, natuurlijk alles te configureren en ook de accounts. De operator of bijvoorbeeld de viewer om alleen maar een pop-up van de camera te zien en bijvoorbeeld het detectieveld. Ja, maintenance is puur natuurlijk om bijvoorbeeld de detector opnieuw op te starten vanaf een afstand zou bijvoorbeeld ook kunnen. Als je zou willen inloggen. Even kijken of er tussentijd ook vragen zijn binnengekomen. Er is ook een vraag binnengekomen. Hoe gaat het? Hoe gaat men om met dieren bij deze techniek? Ja, dat is ook wel interessant. Dat speelt natuurlijk ook veel bij bijvoorbeeld passief infrarood. Omdat bij passief infrarood ligt de frequentie dichtbij van het spectrum, dichtbij dat van een mens. Van de warmte die wordt afgegeven. Dus daar wordt het ook steeds moeilijker. Kijk, hierbij is het eigenlijk, dat kunnen we goed demonstreren met een fles bijvoorbeeld. Dan schakel ik over. Momentje hoor, Ilko. Dan ga ik, pak ik het horizontale veld als camera. Nou, Ilko staat nu hier. En dan zoom ik ook even in. Ja, Ilko, als je dan iets in het detectiegebied zou willen zetten. Nou, je ziet ook dat hier staat nu een fles. Die zie je hier ook. En dat is dus nu ongeveer 90 mm. En ik heb hem ingesteld dat het object kijkt vanaf 50 mm. Dus dan gaat het algoritme ermee aan de slag. Je kan natuurlijk ook vergroten. Je kan zeggen, objecten kleiner dan 200 mm, die negeer ik. Dan doet hij daar ook niks mee. Maar in dit geval wel. En dan kijkt hij en continu voert hij ook een optimalisatie toe. Bij dieren, er zit ook een optie. Dat noemen we pet. Kijken. Dus hier kan je de tracking size, die staat nu op 50, maar die kan je dus ook groter zetten. En wat een minimum om een alarm te genereren, dat is dus 200, waar ik hem op heb ingesteld. Je hebt dus ook small animal tolerance. Nou, dat houdt eigenlijk in dat is vooral voor knaagdieren. En daar zit een heel algoritme achter dat hij dus herkent, ook aan patronen, aan bewegingen, dat het bijvoorbeeld gaat hier om ongedierte. Dus dan weet hij ook heel nauwkeurig, oké, dit moet ik er dus uitfilteren. En daar zal dus geen alarm op triggeren. Wat natuurlijk wel is, stel je hebt een wat grotere hond, het ligt maar net aan de hoogte waar je hem ook op instelt. Je kan een bepaalde offset natuurlijk, vanaf de grond kan je instellen dat hij dan een bepaald gebied negeert. Maar het is maar net, wat wil je detecteren? Wil je dat, dat kleinere objecten, als die neer worden gezet, dat je daar ook een alarm op genereert? Ja, dan heb je een soort trade-off die je daarmee maakt.
Ja, dat is het eigenlijk. Heel makkelijk allemaal te configureren nu met een webinterface. Mogelijkheid nu ook. Nou, je ziet ook Ilko, die loopt nu ook voorbij voor het horizontale gebied. Ik kijk nu ook hier door een raam heen. Nou, heel makkelijk ook is dat hier is het uiteinde. Normaal gesproken zou je nog verder doorlopen. Maar stel je hebt een raam tijdens een area set. Als je het raam dan met wat karton bij de detectie afbakert, dan weet je eigenlijk, oké, dit is het einde en verder detecteer ik niet. Als er nog vragen zijn, je kan ook de vragen natuurlijk rechts in de kolom bij vragen, kan je die stellen. Dan krijg je ook een... Kijk of ik ook vooraf nog vragen heb. Oh ja, Joko, misschien is het ook nog wel fijn om uit te leggen hoe we de... Hoe de beugel eigenlijk werkt in de praktijk. Ik pak de laser even bij. Ik heb hier de nieuwe laser. Hier zit de camera. De lens kan je dus vervangen. Aan deze zijde heb je dus eigenlijk je 6 outputs en je input. En je kan ook werken met een losse voeding natuurlijk. Het mooie is voor het draaien, er zit hier een schuifje die kan je loshalen. En dan kan je hem 5 graden links of 5 graden naar rechts natuurlijk nog bijstellen. Maar stel je hem op de wand, heb je hem zo verticaal. Maar je kan hem natuurlijk ook horizontaal. Dan kan je dus heel eenvoudig, kan je dus eigenlijk ja, de laserkop, als die los is geschakeld, kan je die dan draaien. Zoals je hier ook kunt zien. Nu heb je hem gewoon via de muur. Dan heb je dus eigenlijk geen losse beugel meer nodig. Ik zie ook een berichtje voorbij komen van Roy. Is voor de nieuwe unit een SDK beschikbaar? Ja, die komt wel beschikbaar. Net als de 2020. Daar is ook een SDK voor beschikbaar. Ja, en daar zijn we natuurlijk ook voor bezig voor de nieuwe lijn. Ja, Ilko, misschien kan je wat meer vertellen over de verschillende toepassingen. Ja, uiteraard kan ik dat. We hebben hier nog een overzicht toegevoegd van een aantal voorbeeldprojecten waar de RedScan mooi kan worden toegepast. Dat is uiteraard bij situaties waar perimeterbewaking moet worden uitgevoerd. Dat zijn vaak grotere afstanden. Dat is natuurlijk voor de 5100 een hele mooie locatie. Daarnaast de dakbeveiliging, dus een horizontaal veld over een dak, waarbij je alles wat op het dak terechtkomt, alles wat op het dak beweegt, kunt detecteren. Muur- en gevelbeveiliging, dus met name aan de buitenzijde, de buitengevelbeveiliging. We komen het ook vaak tegen bij de particuliere woningen. Ja, daar kun je in het horizontale veld kun je de zogenaamde loitering kun je aanzetten. Dus mensen in de gaten houden, objecten in de gaten houden die zich in en om de villa of de woning bevinden. En na een bepaalde ingestelde tijd daar een alarm voor kunnen geven. Dus iemand die gewoon passeert wordt genegeerd, maar iemand die zich langer ophoudt in het veld, die wordt wel gedetecteerd. Nou, hekbeveiliging, een beetje vergelijkbaar met de perimeterbeveiliging. En als laatste, als onderdeel van een compleet systeem waarbij camera's ook worden geïntegreerd. Uiteraard beschikken we natuurlijk zelf nu over die camera, maar dit is meer om bij het betreffende alarmgebied ook het camerabeeld op te schakelen van het CCTV-systeem wat aanwezig is. Dus dit zijn een aantal voorbeelden. Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken daaraan toe te voegen. Ja, en mocht u een situatie hebben waar u toch graag wat meer informatie over wil hebben, of waar u hulp bij wil hebben in de projectering ervan, ja, stuur ons de gegevens en dan gaan we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.
Goed, ja, ik denk dat, dat dit in een notendop de introductie was. Graag komen we met de units natuurlijk een keertje langs om het een en ander live te komen demonstreren. Ja, ik zie verder geen nieuwe vragen. Dus ja, wat mij betreft sluiten we hem af en hopen we snel van jullie te horen. Ik heb nog één dingetje, Ilko. Oké. Het mooie is ook dat we ook bepaalde alarmen kunnen loggen. Dus stel je voor je wil de locatie optimaliseren of je denkt van nou, ik krijg toch wel bij een bepaald gebied een hoop alarmen. Het kan misschien een reflectie zijn bijvoorbeeld, dat je een andere offset moet instellen. Nou, dan kan je tot wel 500 alarmen kunnen dus opgeslagen worden. Eigenlijk wat je dan doet, is je gaat naar event log in de tab, je gaat naar play. Toevallig een collega die er voorbij loopt. Dan zie je dus eigenlijk precies, nou, hier liep de collega voorbij. Dan heb je rond de 40 beelden eigenlijk, die je als een soort timelapse achter elkaar plakt. En dan zie je dus ook waar het alarm is afgegaan. En op welk tijdstip en in welke zone. Dus in dit geval was het temperalarm actief. Dus er zat geen kapje overheen voor de test. Er was een master alarm, of eigenlijk een movement, in gebied A1, waar die in was gesteld. Maar zo kan je dus eigenlijk heel gemakkelijk alle verschillende alarmen kan je loggen. Ja, voor je eigen analyse. Het kan ook zijn, stel dat de klant aangeeft, ja, opeens krijg ik heel veel alarmen en er staat bijvoorbeeld een bak. Ja, en als auto-learning niet aanstaat, dan zal die ook de bak niet inleren. Dus dan geeft hij ook terecht, geeft hij daar een alarm bij. Dat kan je ook heel gemakkelijk terugzien. Dat hoef je dan ook niet meer op locatie te doen via de RedScan Manager software, om daar een recording voor te starten. Maar kan het heel gemakkelijk gewoon via de webinterface, log je gewoon in. En heb je daar zo toegang. Ja, dat is het eigenlijk. Ik wil nog voorstellen om een paar minuten de mogelijkheid te geven om in de rechterzijde nog vragen te stellen. En hartelijk dank voor het volgende webinar. Mocht er vragen zijn, stuur gerust een mailtje naar of ilko@optex.eu of arjan@optex.eu. Hartelijk dank. Ja,